We zijn dus gewoon binnen in het politiebureau, volgens mij gaat het helemaal fout. We hebben een boek gevangen. Collega's, we hebben hem. Kunnen jullie hem even vastzetten? Oké, nou jongens, vandaag is het beroep politieagent. Bleh. En wat is er allemaal kut aan het beroep van een politieagent? Hé, hey, kut doe! Weet je, dat ding even weghalen, anders maak ik hem niet uit. Wat is wel leuk? Ja. Mij lijkt het wel leuk om een boef te gaan pakken. En dat roepen ze natuurlijk ook altijd. Ga lekker boeven vangen. Lijkt mij wel tof om een keer een bank te beroven. Weet je wat we gaan doen? Hij wil een bank beroven, wij gaan hem oppakken. Let's go. Dat is goed, man. We gaan een bankje beroven. Poefie! Laten we het gaan doen. We gaan dus vandaag als politieagenten de dag doorkomen. En Raaf is natuurlijk de boef die wij gaan pakken. Pakken! Ja, want Raaf die gaat een... Ik ga een bank overvallen en ik hoop dat ik niet getaserd word. Ik hoop het wel. Laten we gaan omkleden. Is een vrouwending? We kunnen hier geen problemen mee krijgen. Weet ik veel. Serieus, want dit lijkt gewoon fucking echt. Kijk, dit is gewoon een officiële logo. Ik denk dat we niet te lang met deze pakken rond kunnen lopen, hoor. Ik dacht eigenlijk dat we een heel ander item gingen draaien, maar we zijn best in een rapclip beland. Wat ga je nou precies doen? Ja, ik ga zo meteen die bank inrennen en dan ren ik weer naar buiten, flikker ik het geld weg en dan mogen jullie mij pakken gewoon. Ja. Maar jongens, het is echt best wel spannend, hè, want het is gewoon serieus verstoren van de openbare orde eigenlijk. En strafbaar om in een politiepak te lopen, dat mag ook niet. Dus wij zijn ook boeven eigenlijk. Huis weg. We lopen dus nu naar de bank toe en die grote bank ABN AMRO filiaal, die gaat het worden. Ik ga die bank overvallen, motherfuckers. Ik loop nu de ABN AMRO binnen en ik kom zo naar buiten. De bank is gewoon fucking dicht. Al deze shit voor niks. Hey, luister eens even. Ik zie daar een hoop winkels. Precies. Laten we gewoon niet zeiken. We gaan daarin. Ik ga nu de HEMA inrennen. En dan ren ik er ook gelijk weer uit. En dan gaan we wat doen. Ik denk dat dit een heel goed punt is om er ook gelijk weer uit te rennen. Dus gaan we ook. Ik heb niet echt het idee dat we goed geassisteerd zijn. Ja, dat is rustig. Sowieso niet. We zijn volgens mij vooral uitgelachen. Ja. En ik heb mijn dikke lip, mijn eigen knuppel. Ja. Ik denk dat we het goed gedaan hebben, maar dat het ook nog wel next level kan. Ja. Zeker weten. We gaan nog even op zoek naar een nieuwe politieagent en dan gaan we gewoon echte even politieagent. Yes. Kijk hoe die op jou reageert. Sowieso. Ja. We gaan nu naar stadhuispolitie en ga even afslaan. En gaan we even kijken of we daar politie hebben. Dan gaan wij er als collega's naast staan. En dan loopt Raaf voorbij. Ja. En dan kijken we wie het beste doet. We staan hier bij het hoofdkantoor van de politie in Rotterdam. Wij gaan even kijken of we twee politieagenten kunnen vinden waar wij... maakt geen reet uit. In ieder geval die buiten staat, gaan wij ernaast staan. Collega, handje schudden. Ja, maar ik heb een knuppel bij me. Moet je niet weg doen? Dat heeft hij ook bij zich, dus dat komt wel. Oh, ik doe die knuppel ook. Ik heb mijn knuppel ook bij me. Die zie je niet. Raaf, jij blijft hier staan? Ja, ik blijf even hier wachten. Zodra jij ziet dat wij een gesprek hebben, dan ren jij voorbij. Ja. Dan gaan wij er als een gek achteraan. Hey, als hij niet meehelpt dan... Dit kan niet misgaan, hè? Dit kan niet opnieuw. Nee, dit kan niet opnieuw. Dus wij gaan gewoon nu heel serieus, gewoon collega, stalen gezicht. Oh. Jezus, boete! Boete! Mannen, hallo. Alles rustig op straat vandaag? Geloof het wel. Problemen ervaren? No problem. Oké. Okay. Oh, er komen er twee. Achter ons. Oh, ja, achter ons komen er twee. Raaf!
Kijk, collega's komen eraan. Ik wil even vragen of zij eventueel een boef hebben gezien. Collega's! Collega's! Heren? Collega's! Ook in een nieuw uniform. Wat hebben jullie er zijn? Ja, ook in een nieuw uniform. Hey, wij zijn op zoek naar een boef. Echt waar, dan moet je hier even in de bijenpak. We zijn op zoek naar een boef. Dat kan, die komt zo naar buiten. Maar jullie hebben geen zin om even te helpen. Hij is sterk, hij is groot, hij is net... Hij is groot en hij is gevaarlijk. Echt waar? Ja, 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 ja. Oh, daar loopt hij. Succes. Zo serieus worden wij genomen door onze collega's. Zeg, jezus. Wat was het nou? Ja, nee, ja, kijk hoe wij erbij staan. Raaf? Ja? Ik heb niet het idee dat ze ons heel serieus nemen. Je hebt gezegd, groot, gevaarlijk en sterk. Ik denk zullen we dan gewoon naar binnen lopen en zeggen dat we hem hebben gevangen? Ja, zullen we hem afleveren? We leveren hem af. We leveren hem gewoon af. Zullen we jou gewoon afleveren? We kloppen aan en zeggen hij is er. Fuck it hoor, want dit is helemaal niks. Ik vind het goed. Ik sta gewoon voor lul, man. Nou, ik ken het hier, want ik werk hier. Ja, dus, maar wat was ook voor die code? De celletjes. Rechts. Daar. Ik blijf helemaal rechtdoor, hoor. Ja. Ja, aan de linkerkant. Ja, klopt. Oké. Okay. Daar meneer Gert staat. Ja. Dus wij hebben de binnen. Daar de binnen. Dat is de hoofdagent, ja. Hè? Ja. We zijn dus gewoon binnen in het politiebureau. Volgens mij gaat het helemaal goed. Naar de politiechef. We hebben helemaal niks gedaan hier. We hebben de boek gevangen. Collega's, we hebben hem. Waar is de boek? Kunnen jullie hem even vastzetten? Wie is de chef? Waar is de chef? Chef, die komt bij de volgende. We hebben de boef. Waar zijn de celletjes ook alweer? Ik heb hem. Maar kunnen we hem niet stallen? Hij is nu rustig. Hij was net niet rustig. Dus laten we het meteen even overgaan tot actie. Ja. Ja. Hij is nu rustig eindelijk. Ja. Maar we moeten graag nu een verhoor willen we. En we willen dat even naar de celletjes. Ja. Dus waar zijn die? Ja. Naar de celletjes. Ja, we hebben hem even. Naar de cel. Oh, nee. Petje af, petje hoor. Weg, hoppa. Hoppa. Ik ga nooit bij de politie weg. Ik ook niet. Want je krijgt helemaal geen hulp. Het was wel next level, we zijn binnen geweest. Ik hang hem aan de boevenwilgen. We zijn toch even binnen geweest? Ja. Nou, wat was het dan niet vandaag als politieagent? Vond je dit nou leuk? Wil je dit nou graag nog een keer zien? Dit zijn leuke, ja, leuke experimenten. Volg ons dan, subscribe, like, duimpjes omhoog, ja. Twitter, Facebook, Instagram. En dan tot volgende week. Adieu. Collega. Tot ziens. Tot ziens. Hoi, okay. Wij nemen hem mee, het is vanaf hier klaar. Ja. Breng hem wel bij mij thuis.